Zo, beste kijkers, hier zijn we weer. We doen vandaag even een reviewtje over de Kelfort keramische verwarming. Werkplaats, bouwverwarming. En ik heb net binnen gehad, we gaan geen unbox video doen. Dat is allemaal nergens voor nodig, want het ding zit gewoon in een doosje met een kleine handleiding erbij en dat is het. Maar dit is hij dus. De Kelfort keramische verwarming. De 2 kilowatt uitvoering. Je hebt hem ook nog in een 3 kilowatt uitvoering. Nou, hier zie je de keramische verwarming zitten. En daarbovenop zitten de knoppen. Dus de aanknop. De tweede stand is alleen voor koude lucht. De derde stand is zeg maar een kilowatt aan verwarming. Dan gaat hij niet zo idioot hard. En dit is de volledige stand. Nou, dan heb je hier zo je temperatuurknop. Er zit een thermostaat in, je ziet het, want ik had hem net al even aanstaan. Dan slaat het uit, want het is hier al super aangenaam warm. Dus maar ik zet hem er even verder aan. Zo. En ik moet zeggen, toen ik hem binnenkreeg, dacht ik eerst van... wat moet ik hiermee met zo'n klein ding? Maar het is uitzonderlijk. Uitzonderlijk goed voor in een schuur met een grondoppervlakte van 3 bij 5 meter, zo'n beetje. Want ja, het was echt ijskoud hier in de schuur. En het is hier nu gewoon ja, heerlijk. Ik heb helaas geen temperatuurmeters hier. Maar ik schat dat het hier een graadje of 20 is nou hier binnen. Dus, nou ja, nogmaals, er zit een thermostaat in. Dus hij slaat sowieso af. En... ja, hij slaat weer aan op het moment als je als de thermostaat merkt dat de temperatuur weer koeler is. Hè? Dus nou, hier aan de achterkant zie je de blower zitten. Ik kan hem even uitzetten, dan is het wat duidelijker te zien, denk ik. Dus dat is de blower. Die blaast dus tegen het element aan, het verwarmingselement. Zal ik hem even aanzetten. Nou, voor de rest is hij natuurlijk te richten. Dus gewoon door deze links en rechts die knopjes even los te draaien en dan kun je hem richten. Ja, mijn advies is gewoon, joh, als je hem in een schuur plaatst of in een kleinere werkplaats, laat hem lekker over de grond heen blazen. Want ja, warmte stijgt omhoog. Dus als je hem naar boven blaast, dan zit die hitte alleen maar bovenin, de warmte. Dus lekker over de grond laten stralen, laten blazen. En dan doet hij zijn werk perfect. Wat ik nogmaals zeg, niet te grote werkruimtes. Voor in een schuur van 3 bij 5 meter, zoals ik mijn schuur heb, is dit perfect. Is het echt perfect. Dus ja, ik kan niet meer vertellen over de Kelfort heater. Bouwheater, want zo wordt hij genoemd. Want ja, ik moet eerst maar kijken hoe lang dat hij het ook goed blijft doen. Want dat is altijd natuurlijk maar afwachten. Dit ding kost in ieder geval op het moment dat ik dit filmpje maakte €34,95. En ja, het kan zijn op het moment als je het filmpje kijkt dat hij misschien of weer wat duurder of weer wat goedkoper is. Dat durf ik dus niet te zeggen. Maar op dit moment van het maken tijdens dit filmpje was hij €34,95. Dus... dit was de Kelfort bouwheater. Ik zou zeggen, mensen, bedankt voor het kijken. En op naar het volgende product. Oh ja, en vergeet je trouwens niet te abonneren op mijn kanaal. Want ja, er staan natuurlijk zoveel dingen op die ik doe. Mijn videoclipjes kun je daar bekijken. Die ik maak voor heel veel artiesten in Nederland. Andere bouwfilmpjes, bouw van bouwproducten. Modelauto's. Noem het maar op, het staat er allemaal op. Dus abonneer je, het kost je niks. En dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste nieuwe filmpjes. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.